Als de muziek stopt, dan dooft het licht. Is er geen zicht op het verhaal. En vandaag willen we met jullie een mooie project aftrappen. Ik wil graag, want ik ben anoniem trouwens. Ik weet niet, sommigen kennen me dus van de mail, maar nog niet van gezicht gezien. Ik wil graag eerst het woord geven aan Gerard Cornelis, de producent van dit geheel. Ik hou het zo kort mogelijk. We zijn hier bij elkaar om jullie in ieder geval even uit te leggen en voor te stellen aan een aantal mensen die bij zo'n hele grote productie betrokken zijn. Allereerst wil ik beginnen met de regisseur, dat is Jasper Verheugd. Jan Dekstra is de muzikaal leider. Floris Verbeij en Jan Dekstra die hebben samen de muziek gecomponeerd. Bernie Meest is daar daad, die is de koorrepetitor. Ik kende het niet, ik ben me gaan inlezen en op een gegeven moment greep het mij enorm dit verhaal. En u bent regisseur bij de grote opera, operette van Het Verzet Kraakt. Klopt, inderdaad. En hoe lang bent u daar al mee bezig? Ik ben hier gevraagd vorig jaar augustus en zo gaandeweg, echt vanaf januari ben ik echt druk mee bezig inderdaad. En bent u nu ook al bezig met de acteurs en zo en de actrices? Nog niet helemaal, we zijn nog in een castingsfase, maar we hebben al, want er doen 40 mensen in totaal mee qua casting en ook 40 man orkest wat erbij zit. En we zijn nog vooral met script ook bezig en vanaf volgende week, niet deze week, maar volgende week gaan we echt met de acteurs al werken. En hoe vaak wordt het dan geoefend? Nou, er zijn 8 professionele acteurs die meedoen, maar dat verschil ga je denk ik straks niet zien, omdat de groep liefhebbers, of de amateurs eigenlijk, op een zeer goed niveau zijn. En die krijgen ook allemaal workshops, 3 met alle 40 en een tiental krijgen zelfs 10 workshops. Dat is ook door Kemna Casting uit Amsterdam wordt dat ook gesponsord en gedaan. Dus dat is, daar zijn we dus nu al druk mee bezig, maar vanaf augustus, 5 augustus, gaan we echt elke dag repeteren hier. Nu hoor ik dat hier dus rails worden aangelegd. Is het plan om dat aan de overkant te doen veranderd? Nee, het wordt echt hier op het terrein gedaan. En er worden echt heel decor gebouwd, hele railsen en hele gevelwanden die allemaal in de tijd van 1944 zijn. En dat wordt echt een heel spektakel. En dan nog tribunes waar zo'n 1500 man kan gaan zitten. Dus u zoekt zaken uit 1944? Requisieten, ook auto's, maar die is ook een legerjeep en ook nog een vrachtwagen die namelijk uiteindelijk bij de overval op de bank betrokken is geweest. Dus er zijn zeer veel requisieten die we nodig hebben, radio's, dat soort dingen. Nu kom ik ook uit 1944, mag ik ook meer doen? Ja, we zullen u opstellen, dan hebben we in ieder geval één goed item. En welke maand is het? Welke maand komt u? Februari. Februari, oké, dat komt perfect.